gemaakt. Oh, die had me bijna gesnijpt. Dag dames en heren, welkom bij mijn YouTube video. Dit wordt dus de allereerste video op mijn YouTube kanaal. Boefpellen heet het kanaal, want dat is mijn gamertag, mijn naam op PlayStation. Op dit YouTube kanaal ga ik Fortnite video's uploaden. In eerste instantie, misschien later nog wel andere games, maar voornamelijk Fortnite. Ik vind dat het leukste om te spelen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden om te kijken en ik hoop dat jullie mij supporten. Zoals je ziet spelen we vandaag een potje solo Fortnite. En ga ik naar Tilt Towers, want ik ga denk ik 9 van de 10 keer, ik denk wel meer, ik ga bijna 10 out of 10 wel naar Tilt Towers. Puur omdat daar de meeste mensen naartoe gaan, dus het leukste is het meest vermakelijk. Ik heb trouwens wat muziek op de achtergrond staan, ik weet niet of jullie dat fijn vinden, maar als het irritant is, laat het me weten. Dan zet ik het voor de volgende video uit. Maar voor nu hou ik het nog even aanstaan, maar straks als het als wat verder in de game is, dan heb je kans dat ik het uitzet, omdat ik me dan iets beter kan concentreren. Zoals je hoort zijn er al aardig wat mensen met elkaar in gevecht. Daarom vind ik Tilt Towers zo leuk, omdat het gewoon zo druk is. Er is altijd wat te doen in Tilt Towers. Een beetje over mijzelf vertellen is misschien wel even leuk als ik dat doe. Nou, voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Pelle Boefink. Ik ben 20 jaar en ik woon in Groningen. Ik speel voor FC Groningen, onder 23. Ik ben keeper. En ik heb het echt ontzettend naar mijn zin hier. Verder. Even kijken, wacht. Neem even deze mee. Volgens mij loopt er iemand. Ja, we kunnen hem horen, dus komt ons eerste gevecht zometeen. Hij loopt hier links om de hoek volgens mij. Ja. Oh, pellen niet doen. Zo, deze had aardig wat loot. Had een gouden scar, in mijn mening. Het beste geweer op dit spel. Dus die nemen we mee. En we horen alweer mensen schieten verder op. Dus daar gaan we ook even op af. Als jullie vragen hebben of suggesties of aanmerkingen, laat ze alsjeblieft weten in de comments. Nou, die granaat was niet in de buurt. Want als jullie mij anders kun je even alles mis. Kijk, als jullie op- of aanmerkingen hebben, is dat alleen maar goed voor mij. Dan weet ik dat voor de volgende keer en dan kan ik dat weer gebruiken. Snap je? Dus alle nee. Pellen. Oké, doe gewoon even alsof jullie dat niet gezien hebben. Gewoon. Als ik wil, kan ik dit eruit knippen. Maar dat gaan we niet doen. Jullie moeten ook de minder goede momenten zien van mij. En dat was er één van. Dat was niet altijd best. Maar goed, die andere gast kon er ook niet heel veel van. Ah nee. Nou, als je dus in elk geval van gebouw afspringt, zoals je kan zien, krijg je dan falling damage. Dus nu heb ik geen 100% meer, maar 18.
Ja, is goed. Loop jij maar net weg als ik schiet. Daar liep dus iemand. Deze dingen, ik weet niet of jullie die kennen. Voor de mensen die nooit Fortnite spelen. Die weten wel dat dit chests zijn. Kisten. Waarin altijd leuke spullen zitten. Nou, niet altijd, maar meestal zit wel wat goeds in. Ik weet nou dus dat daar iemand loopt. Ik ga hem proberen te snipen. Dat was niet succesvol. 3, 2, 1. Volgens mij is hier nog iemand. Ik hoor een deur die gaan. Ik weet niet waar dat was, man. Ja, ik vind het snipen op dit spel echt het leukst. Word ik nog gek? Of hoor ik echt iemand lopen? Ja, er zit iemand. Dat dacht ik wel. Hij is nog binnen. Oh, pillen. Oké, dat is kill nummer 5. Ja, waar was ik? Wat was ik aan het vertellen? Ja, sniper. Ik vind sniper op dit spel echt leuk. Vooral omdat, zoals je kan zien... Ik weet niet of de meeste mensen dat al wel weten, denk ik. Dus op het moment dat jij schiet... heeft de kogel een travel distance. Dus de afstand die hij aflegt. Zie je dat? De kogel die... ja. Je legt gewoon een bepaalde afstand af. Dat is anders dan bijvoorbeeld op Call of Duty. Als je Call of Duty hebt gespeeld, dan weet je dat op het moment dat je... Nou, ik neem even een voorbeeld. Dat kan nu niet, omdat ik niet echt een lange afstand voor me heb. Ik zal het zo even laten zien. Bij Call of Duty is het zo... Dat op het moment dat iemand in dat... Oh, hebben we nog iets verder afstand nodig. Stel, er staat iemand boven op dat huisje daar. Hij staat daar precies op die punt. Nou, ik schiet bijvoorbeeld precies op die punt. Daar zou zijn hoofd zijn. Ik schiet nu. En op dat moment is daar iemand. Dan zou ik hem dus killen. Maar met Fortnite werkt dat dus anders. Omdat, ik neem even een medkit hoor. Omdat er hier toch nog eentje is. Ja, is goed. Neem maar reclame afspelen. Met Fortnite is het dus zo dat de kogel er een bepaalde tijd over doet voordat hij ergens is. Als dat een beetje logisch overkomt. Dus je moet er rekening mee houden dat de kogel een bepaalde afstand aflegt. Dus stel iemand rent van die berg naar. Van die berg naar die berg. En die doet daar bijvoorbeeld 5 seconden over om vanaf daar naar daar te komen. Dus ongeveer iets van tevoren schieten. Omdat hij dan in de kogel loopt. Als het logisch klinkt. Ja, het klinkt allemaal heel dom, maar. Nou, dom niet. Het is een heleboel informatie, ik weet niet of je er wat mee wil doen. Nee, het is makkelijker als ik het zo meteen even laat zien. Als ik die kans krijg. Die hoop ik nog wel te krijgen. Ja, verder. Er zijn nu nog 24 man alive. En volgens mij is Tilted Towers wel aardig leeg nu. Ik heb verder niet meer mensen gezien. Even kijken of hier een kist ligt. Nee. Hier onder mij ligt nog wel een kist. Dat is dus wel leuk aan dit spel, is dat je echt ziek goed dingen kan horen. Dus als ik boven iets loop, dan weet ik van onder mij zit bijvoorbeeld een kist. Of er loopt boven mij iemand, dan hoor ik zijn voetstappen boven mij. Dat vind ik leuk. Leuke dingetjes die ze in dit spel hebben gebracht. Nou, even iets over hoe ik speel op Fortnite. Unlike others speel ik met de gewone controle instellingen, dus op standaard. Veel mensen spelen op Combat Pro. Wat dat inhoudt is dat je sneller van wapen kan wisselen eigenlijk.
Of Combat Pro. En dat heb ik dus niet. Als ik mijn wapen wil wisselen, moet ik gewoon één keer op driehoekje drukken. En dan ga ik naar mijn volgende wapen. Druk nog een keer op driehoekje, ga ik weer naar mijn volgende wapen. Oh. Even wachten. Nou, dit gaat niet helemaal volgens plan. Ik heb me uiteindelijk wel gekild, maar dit was echt heel slecht. En daar zie ik in de verte ook nog iemand lopen. Oké, nou, ik doe nou de muziek wat zachter, nu begin ik met te focussen, zeg maar. En dan ga ik even proberen dat uit, of dat te laten zien wat ik net met die, waar ik het over had met dat snipen. Zag je dat? Die kogel deed er een klein stukje over. Om die afstand af te leggen. Nou. Ik hoop dat het nou een beetje duidelijk is. Er zijn nu nog 19 man over. En volgens mij, als ik het goed zag... Met die jongen die ik net... Of die jongen, die man, weet ik het. Die ik net beschoten, die ik net gesniped heb, die werd ook beschoten. Dus ik moet een beetje oppassen. En ik heb geen shield meer. Dus met 100 HP ben ik best wel gevoelig. En ik denk dat ik deze shield gewoon... Ik ga er eerst eentje gebruiken. Ik raad... Wat ik nu aan het doen ben, raad ik niet aan. Omdat als je stil zit, shields drinkt en stil zit, dan word je echt, echt makkelijk geraakt. Dus dat is alvast een tip. Blijf niet te veel stil zitten op dit spel. Daarom spring ik ook best wel veel als ik aan het spelen ben. Dat is gewoon puur omdat ik dan niet makkelijk geraakt kan worden uit het niets. Dat is een beetje de reden. Verder, over hoe ik speel. Ja, als jullie rechtsonder in beeld kijken, dan zien jullie mijn 5 wapens, of in ieder geval mijn 5 slots. Ah nee, niet in Loot Lake, de laatste, of een van de laatste cirkels in Loot Lake, dat had ik. In elk geval, mijn slots die jullie rechtsonder in beeld zien, dat zijn dus de wapens die ik heb en 3 medkits. Ik heb meestal, als ik een sniper heb, heb ik die als eerste. Mijn tweede wapen is meestal mijn assault rifle. Mijn derde wapen is dan meestal een shotgun. En op dit moment is mijn vierde wapen ook een shotgun. Zodat ik snel 2 shotgun shots kan uitvoeren. Waarom heb ik als eerste mijn sniper? Dat is omdat ik zeg maar veel van lange afstanden mensen snipe. Dus die heb ik het meeste in mijn hand eigenlijk. Op het moment dat ik iemand van afstand raak met een sniper, is die niet altijd in één keer dood. Stel ik heb hem geraakt, dus ik heb hem een hitmark gegeven. Oh, daar loopt er weer één. Die was net mis. Ik weet niet of hij mij zag. Hij zag mij niet. Volgens mij kan hij er niet zoveel van. Dat bedoel ik. Nou, zoals je net zag, ik raakte hem. Ik raakte hem. En stel ik schiet bijvoorbeeld 150 van zijn totale damage eraf. Dan kan ik dus door middel van mijn assault rifle, kijk, zo, ik schiet zo meteen. Kan ik daarna gelijk met mijn assault rifle wat kogels achteraan schieten. En dan is dat waarschijnlijk genoeg om hem te killen. Dat is sneller dan als je bijvoorbeeld 2 sniperschoten achter elkaar schiet. Sorry ook als ik alleen maar naar mijn scherm zit te kijken, maar dat is gewoon puur omdat ik me... Oh. Ik word beschoten. Ik weet niet van waar, volgens mij van boven de berg. Maar ik zie hem niet. Nou, hier zijn mensen aan het vechten. Volgens mij zit iemand daar. Daar zit sowieso iemand, hè. Volgens mij is die gast onder mij net gesniped.
Door die gast daar bovenop. Die. Ik hoor rechts van mij ook iemand op mij schieten. Dat is die gast daaronder volgens mij. Kijk, zie je wat hij doet? Hij springt ook gewoon elke keer, zodat het voor mij moeilijker wordt om hem te raken. Nou, ze zijn met elkaar aan het vechten. Ik heb hem gekild, dat is dus kill nummer 10. En dan moet ik oppassen voor die gast. Ik hoop echt dat jij gaat healen. Oh, daar komt er nog een. Dat was gezellig. Ik laat hun eerst even met elkaar vechten en dan... dan kom ik er weer bij. Ik bouw even achter mij deze muren. Ik heb hem net één keer geraakt en ik wou gelijk daarna de rest van de kogels op hem schieten, zodat hij in één keer dood zou gaan, maar dat is helaas niet gelukt. Kijk, ziet hem daar lopen als het goed is. Maar hij blijft bouwen, dus dan wordt het voor mij ook lastiger om hem te raken. Ah, ik haat het als mensen bouwen. Maar ja, het is natuurlijk wel slim, want dan ben je dus veel moeilijker te raken. Ik ga denk ik zo even naar die berg. Het kan ook zijn dat ik nu wat minder praat, dat is omdat ik dus... Oeh. Omdat ik dus best wel gefocust ben. En er zijn nog maar drie andere mensen over, dus... Vandaar. Nou, ik ga hier nu weg, want ik vind deze plek hier echt niet kut. Of niet chill. Oh. En dit bedoel ik. Even kijken. Wat echt belangrijk is op dit spel, is dat je probeert het hoogteverschil in jouw voordeel te laten werken. Dus als ik een tip mag geven, is probeer zo hoog mogelijk, ik heb geen hout meer, zo hoog mogelijk een locatie te vinden. Want het is echt lastig om van onder naar boven te schieten. Het is veel makkelijker om van boven naar onder te schieten. Oké, dan moet ik opletten dat ik niet veel vastloop. Oh, die was net naast. Ik zit nu ook nog steeds wel op een kutplek, dus niet heel verstandig. Oké, daar is dus ook iemand. Zo, jij zit daar kut in het water. Oh nee, niet daarheen. Oké, nou ik ga ook alvast weg hier. Oep, dat ging nog maar net goed. Nou, oké, ik denk dat zij en hij en die daar rechts nu aan het vechten zijn. Of niet? Ik hoop... Ah, blijf zitten alsjeblieft! Blijf zitten, blijf zitten, blijf zitten. Pelle, ga dan gewoon voor die headshot. Oh, hier zit ook iemand. Oh, jeetje, wat geweldig. Alleen moet ik ervoor zorgen dat hij me niet snijdt. Dankjewel, daar is weer een kill erbij.
Het is nu 1 tegen 1 tegen 1. Ik zit nu midden in een opname. Wacht heen. Zo, ben ik even scheef. Ik heb me bijna gesnipt. Pelle, wees nou gewoon slim en... Schiet dat ding kapot, dankjewel. 1 tegen 1. Jij loopt daar. Blijf zitten dan. Oké, nu moet ik even... zorgen dat ik hem niet uit het oog verlies. En ik ben hem kwijt. Dat is kut. Hij zit... Nou. Dat was de winst. 13 kills. Ja. Dit is mijn eerste video op mijn account. Op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie hebben genoten. En zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao.